Eerstens, toen ons kijkt naar die cultuur, weet, als jy die rechte spelers het, dat is een goede cultuur, en dan is dit voor mij die fundament. Ons het altijd gesê dat goede mensen maak goede stomers, en natuurlijk omloop, de bestuurspan jou africhters, met ongelooflijke krediet, kry hiervoor. En dan is spelers glo. Hulle glo in die span profiel, hulle glo in die africhtingskort en die dinge om die span. Dan het jy al reeds een goeie basis. En dan kom die tweede belangrike ding vir my is harde werk. Ons het een ongelooflike hoë werksetiek. Jy weet, en allemaal wat betrok is rondom die stormers. Ek dink ons is mense wat sal opofferings doen. En seker maak dat die beste oorheid vir die span. So, ek dink dis die twee belangrike, die werksetiek en die kultuur wat daar gestel, dit is die eerste, die fundamente van een suksesvolle span.